Breda Nu. Je weet het meteen. Welkom bij het avondje NAC. En hoe kan je het avondje NAC beter beginnen dan met een vers biertje? Hey Leon. Rinsen. Hoe is het? Goed toch? Ja, lang niet gezien hè? Nee, het is weer even een poosje geleden. We hebben behoorlijk wat terug te blikken. Want de laatste keer was volgens mij net voor de winterstop. Die stonden er toch niet al te best voor. Althans, het was een beetje wat we hadden verwacht. Maar toch een plek waar je zenuwachtig kan worden. En het voetbal zag er toch allemaal niet zo heel fantastisch uit. En er moest toch echt iets gebeuren. Maar toen... Een paar goede spelers erbij. Ja, Hans Mulders die ging op pad. Zo. En die kwam toch met een paar exoten uit de Hooghoed. Onderhand een beetje tevreden. Ja. Moesten echt prima, in de spits moesten we... spelen hoor. Sterk aan de bal, goed meevoetballend. Ja, daar was NAC toch wel een poosje naar aan het zoeken. Hoor. Ja. En die hadden ze al 2 jaar op de korrel. Maar die ging van van Feyenoord en toen naar Heerenveen. Ja. En dan ging hij weer ergens, volgens mij, komt hij ergens in de zandbak terecht. Ja, in het ook iets met de dochter van Tecate was het geloof ik. Ja, precies. Dat ging niet mee zoals hij het mooi zei. Dat mocht hij treden inderdaad, ja. Dat was toch wel handig. Prachtig. Nou, die kwam redelijk fit. Kwam hij aan de bak. En die kwam in zijn eerste wedstrijd, maakte hij gelijk een doelpuntje. En in die wedstrijd tegen Heracles, 6-1, oei. Toen kwam die andere exoot aan het licht. De klungel. Umar Sadiq. Sadiq Umar. Ik weet nog steeds niet welke volgorde dat moet uitspreken. Ze zeggen het allemaal verschillend, hè? Umar Sadiq. Ja. Maar hij heeft nou in ieder geval al een onvergetelijke indruk achtergelaten. Ja, joh, waar moeten we beginnen? Daarna begon het toch ook in een reeks. Feyenoord, hè? Ja, ik krijg nog steeds kippenvel van, man. Dit is toch misschien... Dit is toch gewoon voor het eerst in de historie dat de promovendus 2 keer in 1 seizoen van de landskampioen is. Ongekend. Dat is niet normaal. En zeker omdat NAC natuurlijk in de Kuip nog nooit gewonnen, dat was al bijzonder. Ja. Maar dit is... Ja, ongekend. Ja, dit lijkt erop alsof het wel... we gaan de goede kant uit. We hebben naar bij ADO ook nog gewonnen. Ja. Dat zijn toch de clubs die we eigenlijk niet tot onze concurrenten rekenen. Want het is gewoon linkerrijtje, hè, die club uit Den Haag. Ja, spelen goed hoor. En we moeten nou onze concurrenten nog krijgen. We hebben het gewoon nog behoorlijk in eigen hand. Dus... We zullen zien hoe het gaat. Maar Leon, wat denk jij van Bertrams? Dat die zo niet een goed balletje kunnen schieten? Ja, hij is wel een goed keepertje. Die voetbalt lekker mee. Die is wel doelgericht, ja. Nou, zullen we even bij Joniek gaan kijken dan hoe die het doet? We staan weer in het NAC-stadion met vandaag onze nieuwe kandidaat, Nigel Bertrams. Heb je je goed voorbereid? Ja, ik heb weken geoefend, dus we gaan het zien. Dan moet dit helemaal goed gaan komen, hè? Ja, ben benieuwd. We gaan het meemaken. Succes. Dankjewel. Kan beter, hè? Klopt. Dit kan wel even. Je moet het minimaal kunnen schrammen, hè? Kijk aan. Nee, hij staat dichterbij. Kijk aan. De volgende is raak, let op. Ik zal hem voor je neerleggen, bij het geluk. Yes, dankjewel. Het is gewoon knap, dit, hè? Ja, ik wil zeggen, het is bijna moeilijk om het tussendoor te krijgen, jongen. Poging 4 alweer. Die is weer goed. Ja, kijk. Kijk. Gelukkig de eer in ere hersteld. Ja, ik zet even gelijk een highscore neer. Ja, dat moet nog maar blijken de komende weken, jongen. Wat jouw teamgenoten ervan gaan bakken. Die is weer goed. En de laatste, 2 maal. Prima scoren, toch? Ja, ik mag niet klagen. Nee, daarom. We gaan het meemaken de komende weken of het genoeg is. Dan gaan we zo nog over naar het hoofdonderdeel, hè? Het enige echte Breda's WC omhoog. Ja, daar heb ik het hardste voor getraind. Ja, dus dat moet goed komen. Yes. Joniek, bedankt voor het mede mogelijk maken van het pion omschieten. Wij gaan nu in gesprek met onze materiaalman Ben van Bilzen. Ben, mijn eerste vraag is aan jou. Hoe ben je bij NAC terechtgekomen? Ik ben in 1972 bij NAC als 11e leider van de jeugd gekomen en zo opgebouwd tot wat ik nu nog steeds doe.
En dat is materiaalman. Wat houdt het vak materiaalman precies in? Het onderhoud van de kleding bij van zowel de jeugd als van betaald voetbal. En de wedstrijdkleding bij voor de jeugd klaarmaken. En bij de wedstrijden van NAC 1 en NAC 2 zorgen dat de kleding voor die elftallen kant-en-klaar er zijn. En dan maandags na het weekend weer wassen. Dus, maar hoe ziet zo'n wedstrijddag voor jou er precies uit? We beginnen 's morgens met het klaarleggen van de kleding. Dus alles wat shirt, broek, kousen, handdoeken en alles wat erbij hoort. En dan is het dat doe ik een uur of anderhalf uur over. En dan bij thuiswedstrijden en dan is het wachten totdat de spelers komen. Nou, en bij uitwedstrijden neem ik het mee in de grote kisten. En dan gaan we met een apart busje vooruit om te zorgen dat alles er klaar ligt dan als de spelers aankomen bij de uitwedstrijden. Zaterdag tegen Feyenoord. Kijk, daar speelt NAC in het geel-zwart, de keeper in het rood. En dat is het wedstrijdtenue van Feyenoord en de keeper van Feyenoord en dat is het tenue van de scheidsrechter. Oké. Okay. Wat maakt uw functie bij NAC zo leuk? Ik vind het fantastisch om dit te mogen doen. En nog steeds mag doen. Want het is als een hobby begonnen en het is mijn beroep geworden. Ja, ja, precies. Ja. Dus... En nogmaals, ik doe het met liefde en plezier. Wat is het leukste moment wat u bij NAC heeft meegemaakt in die afgelopen... De leukste momenten zijn natuurlijk de promotie, zowel naar de Eredivisie al een paar keer. En dan de wedstrijden in de Europa League. Dat zijn de mooie herinneringen die je hebt. En mijn allereerste was natuurlijk het periode dat ik bij NAC kwam, was het winnen van de KNVB-beker. Ja, geluksbrenger. Ja. Ja. Hier hangen in de omgeving, in het hok, ook genoeg shirtjes. Ja. Het zijn allemaal gedraagshirtjes, wat ik al eerder heb vernomen. Ja. Welk shirtje heeft voor u nou het meest speciale? De meeste waarde hebben natuurlijk die drie, dat geel, blauwe en dat zwarte van de Europa League wedstrijden. Kijk, dat is het hoogste wat we weer hebben kunnen halen. En daar heb je dus mooie herinneringen aan. Nou, bedankt voor het interview. Graag gedaan. En ik hoop dat het naar je zin is geweest. Ja. Terug naar het veld met Jonik. Waar hij staat met Nigel Bertrams voor het kampioenschap wc-rollen gooien. We zijn weer terug in het Radvlechtstadion. En nu komt het hoofdonderdeel. Het wc-rollen gooien. Ik heb twee wc-rollen in mijn handen. Dus Nigel krijgt twee kansen om zo ver mogelijk te gooien. Het is weer aan jou. Bijna arm met de kom. Ik verwacht als keeper toch wel iets meer van jou. Ja? Jij moet toch zo'n bal weg kunnen gooien? Jij bent de enige van de hier alle spelers die je handen mag gebruiken. Ja, maar dat is zwaarder, hè? Dat is wat makkelijker. Ah, nee. Nou. Ik verwacht meer, jongen. Kom op. Ja, niet optimaal, jongen. Maar we gaan het zien, hè? Wie weet, hè? In de komende weken blijkt jij toch uiteindelijk... Je weet toch een beetje wind tegen hier, voel je wel. Dus, zal toch zijn, hè? Als je die sporters die allemaal toezingen en zo, dan de wind die toch... Inderdaad, werkt niet mee. Nee, hartstikke bedankt voor je medewerking, jongen. Ja, graag gedaan, hè. En volgende week, of over volgende maand, gaan we weer zien of de volgende speler het record kan verbreken. Of dat deze toch nog een paar maanden blijft staan. Dankjewel. Armpotje pijn. We zijn aangekomen bij de supporter van de maand en we gaan aanbellen bij Ewout van Wijngaarden. Goedenavond. Goedenavond Ewout, mogen wij binnenkomen? Ja hoor, kom maar binnen. Kom, we gaan mee. Ja!
Ewout, hoe ben jij zo besmet geraakt met het NAC-virus? Mijn vader kende iemand bij zijn werk en die had geregeld dat ik een keer bij NAC kon gaan kijken. En dat ik bij de spelers op het veld mocht en in de kleedkamer. En tijdens de wedstrijd heb ik in de dugout gezeten. Ja, zo ben ik eigenlijk met de jaren steeds meer besmet geraakt. Dat is al een poosje geleden? 1999. Dus je hebt de kampioenschappen van 2000 heb je ook nog meegemaakt? Kampioenschap in 2000 heb ik op tv zitten kijken. Toen ging ik nog niet echt regelmatig naar NAC. Maar die heb ik uiteraard wel live op tv zitten kijken. Die zenden ze toen uit. Dus ja. Nou, het is begonnen bij dat ik gewoon zelfstandig steeds meer naar NAC ging. En uiteindelijk leerde ik steeds meer mensen kennen. En ja, toen ben ik bij de Breda Loco's terechtgekomen. Nou, en die hebben mij met open armen ontvangen. Het is aan jouw huis is het te zien dat je ook echt heel erg van NAC bent. Elke kamer is geen kamer zonder een NAC-attribuut. Wat is jouw meest bijzondere NAC-attribuut? Moet ik even denken. Ja, dat is denk ik toch die bal. Die bal, die twee ballen die daar liggen. Vooral die onderste. Die heb ik gekregen van mijn buurman toen ik nog bij mijn ouders woonde. En die hebben ze toen laten signeren met handtekeningen en... Ja, daar was ik heel erg blij mee. Dus ja, het is eigenlijk mijn grootste pronkstuk. En naast die ballen zien wij nog precies achter jou zien wij een hele DJ-set. Want daar kennen we je ook van, hè? Dat is ook weer een andere hobby van jou. Ja, dat is inderdaad een andere hobby inderdaad die ik in mijn vrije tijd ook nog heel erg graag doe. Ja. En hoe combineer je dat met NAC? Ik draai heel veel in Café Beatrix. Dat is een supporterscafé onder de tribune bij de B-side. Waar kunnen we jou vinden op in het stadion? Op welk vak? Ik sta altijd op vak G. De derde of vierde rij van onder. Achter de doel. Achter de goal. En lukt het jou in tegenstelling tot Stijn Vreven om je wel een beetje te beheersen? Nou, ook niet. Ook niet. Nee, dat lukt nu nooit. We staan er een stuk florisanter voor op de ranglijst. Denk je dat we het gaan redden eind van het seizoen? Gaan we erin blijven? Ja, 100%. Leon, hoe was het met Ewout net? Ja, joh. Ja, dat was leuk. Ja, goeie dag. Bij Ewout weet je altijd dat het heel laat gaat worden. Dus ja, dat werd weer een hele late. Zo'n aantal biertjes en een warme kroeg. Ja, joh. Ewout, fantastische kerel. Leuk man. Ja, joh. En we hebben nog een hele belangrijke maand voor de boeg. Zo'n pakweg anderhalve maand nog. Nou, zullen we beginnen met Roda zondag? Zo. Ja, dat is een van de kan je de concurrent noemen? We lopen volgens mij nog 12 punten voor op die jongens. Die zijn er te slecht voor. Die hebben was vorige week voor open doelschoten even 2 meter naast. Ja, klopt. Ja, die gaan dan niet rennen met NAC. Ja, kat in het nauw makkelijk een rare sprong. Hè. Je ziet dat met die degradatieploegen in de eindfase van de competitie, hoe slecht dat die ploegen ook zijn, die pakken altijd her en der van die rare punten. Zoals we ook met... Ja, maar niet tegen NAC. Nee, ja, hopelijk niet tegen NAC. Ja, het zijn weer onze concurrenten. Hè. Ja. NAC staat erom bekend om tegen de grote jongens, hè, met de ploegen die boven staan, pakweg een ADO en Feyenoord. Pakken we de punten en dat zijn niet de concurrenten, dat zijn de bonuspunten die kaart nodig hebben. Want dan we het in de voorgaande wedstrijd juist tegen de ploegen onder ons hebben laten liggen. We hebben niet van Twente weten te winnen, bij Roda hebben we toen punten laten liggen. Sparta ook, hè, dat pakt ook niet even fantastisch uit. Ja, nou moeten we terug gaan pakken. Ja, het eerlijk is eerlijk, ze hebben nou dan een goede reeks achter de rug, hè? Ja. 7 punten uit de laatste 3 wedstrijden. Ja. Ja, even vanuit gaan over Roda, we wel winnen 10 uit 4. Prima. Ja. Maar ja, dan krijg je toch PSV uit en Vitesse thuis, man. Dat is toch wel lastig, hoor. Ai. Het is goed, dat je dan die wedstrijd ervoor wint. Want dit, met alle respect van NAC, maar dit wordt gewoon heel zwaar. Ja, ik hoop dat het genoeg is. We gaan nog 6, 7 punten voor op de rode streep. Ja, je hebt dat helemaal in eigen hand. Ja, ik ben er zo bang voor dat het weer zo typisch NAC zal zijn. Als dat we dat toch nog uit handen zouden geven. Ik wil zo graag dat het grote Wij Zijn Veilig feest kunnen vieren. En liefst zo snel mogelijk. Dat we verliezen van Roda en winnen van PSV uit zoiets. Dat is lang geleden. Dat kan ook met NAC, natuurlijk. Dat is lang geleden dat we voortijdig vakantie konden. Dat we geen play-off wilden spelen. Niet om Europees voetbal en niet om promotie of degradatie. Oh, heerlijk. Dat is ook wel even relaxed, hoor. Hey, maar voordat het zo ver nog is, nog even één dingetje. Hè. De verkiezingen.
Ja, weet jij al waar je gaat stemmen? Ik weet het niet, ik ben er nog niet helemaal aan uit. Ja, weet jij het wel? Ik was op een dwaalspoortje, maar toen deed ik die NAC-stemwijzer van de rad.nl. En daar ben ik toch weer op een ander spoor gezet, hoor. Dus ik ben er nog niet aan uit. Ja. En ja, de Volkspartij die zegt dat we voor een habbekrats het stadion mogen overnemen. Maar de VVD zegt ook weer, als wij Champions League halen, dan gaan de sluitingstijden helemaal. Dan blijven de kroegen voor altijd open, zeggen ze. Hebben ze beloofd. Ja, dus dan ben ik... Ik weet het allemaal nog niet, hoor. Ik zit ook een beetje in discussie. Maar weet je wat het is? We gaan het toch allemaal zien. Jawel. We gaan het gewoon redden en straks hebben we ook nog eens, Willem II komt dan ook eens, krijgen we ook nog te pakken. Als we die nog te grazen weten te nemen, dan zijn het bonus op bonuspunten. Ja, heerlijk, hè. Zodat, proost jongen. Zeer zeker. Proost, hè. Proost. Breda Nu. Je weet het meteen.